Taiko Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect hier op Vaku Games. En jongens, vandaag is het een hele belangrijke dag voor John Tavern. Vandaag is de dag waar hij al jaren naartoe geleefd heeft. Vandaag is het namelijk de dag waarop hij geëxecuteerd gaat worden. Laten we met elkaar proberen of dat wij de 3000 likes kunnen aantikken voor de executie van John Tavern. Om het op die manier een klein beetje te vieren. John Tavern die zit al de hele tijd in zijn celletje te wachten wanneer het zijn grote moment is. En vandaag is het dan eindelijk zover, jongens. Op dit moment, waar is John Tavern eigenlijk? John Tavern is weg. Awesome. Die moeten we dus zo meteen eventjes zoeken. Want ik zag namelijk hier staan dat er een 8% kans was dat hij nog gratie krijgt. Dus er is een 8% kans dat hij nog steeds vrijgelaten gaat worden. Nou, ik persoonlijk durf die gok wel te nemen. Ik ga maar eens even... Oh, daar is die. Ah, daar is hem. Kijk eens eventjes. Kijk, de kans op clemency is 8%. Dus er is 8% kans dat hij vrijgelaten wordt. Dat hij het niet gedaan heeft en dat hij onschuldig is. Volgens de wet, volgens de regering in deze game... is er een goede kans, of nee, dat moet ik anders zeggen. De door de staat goedgekeurde kans op veroordeling is 5%. Dus er zit er maar 3% boven. Dat is helemaal niks. Het lijkt mij leuk, af en toe gewoon eens eventjes met een schokkend uiteinde zijn leven uitknallen. Laten we het proberen met z'n allen. Het is een klein gokje. Misschien dat hij het niet gedaan heeft, misschien dat hij onschuldig is. Maar hey, had hij maar niet betrokken moeten worden bij een doodstrafzaak hoor. 2 sterfgevallen al vandaag, waar nu weer? Er kan er vast nog een eentje extra bij. Maar dan moeten we eens eventjes wachten. Maar dat kunnen we nog niet nu doen. Want dan moet ik heel even kijken naar het dagrooster. Kijk, want ze gaan nu zo meteen luchten. Daarna is het nog vrije tijd en eten. De gevangenen die worden echt super boos als ze in hun cel moeten, terwijl ze niet in hun cel hoeven. Bijvoorbeeld tijdens de luchttijd, als ze eigenlijk gewoon buiten mogen spelen, basically. Dan willen ze niet in hun cel zitten. En terecht. Dus als ik ze dan weer terugstuur naar hun cel, wat belangrijk is bij een executie... Dan krijgen we daar weer gezeik over. Dan gaan ze weer lopen rellen. Gaan ze proberen om wapens van bewakers af te pakken. Schieten ze elkaar dood. En dan hebben we binnenkort 6 doden. In plaats van 1 John Tavern. Dus we wachten eventjes tot ze helemaal klaar zijn met eten. Tot als ze klaar zijn met hun vrije tijd. Die is trouwens dood. De reclasseringsadvocaat is dood. Ja, op die manier word je natuurlijk niet vrijgelaten, hè? Als je je reclasseringsadvocaat gaat doodmaken. Zo van, hé, meneer de reclasseringsadvocaat. Mag ik dood? Of mag ik vrij? Nee, je mag niet vrij. Dan doden we de reclasseringsadvocaat. Dan laat je toch gewoon zien dat je nog niet bereid bent om naar buiten te mogen. Eenzame opsluiting voor de rest van zijn leven van die gozer. Ik zou niet weten wie het gedaan heeft, maar als ik hem tegenkom, heeft hij een groot probleem. Beetje mijn reclasseringsadvocaat doodmaken. Er is er één persoon hier die in deze prison mensen doodmaakt. En dat ben ik. Als ik ze op de stoel zet en de stekker erin douw. Dat is wat er dan gebeurt. Oké, eten jongens. Hop, zo vlots. We gaan meteen even kijken of dat mijn nieuwe kantine goed werkt. Ik denk het eigenlijk wel. Zijn er genoeg koks? Misschien nog wat extra koks aannemen? Of hebben we er nu 20? We kunnen er op zich wel een paar bij gooien. Oké, lekker koken. Heerlijk. Kijk, dan krijg ik ook gewoon veel meer gevangenen te eten, zie je wel. 90%. 95% van de gevangenen krijgt te eten. Weer een sterfgeval. Hier. Jongens, zo kut was het eten niet. Oh, hier. Ed J. Deze gozer. Even kijken. Is een klikspaam. Deze gevangene is een gekende informant. En zijn of haar leven is mogelijk in gevaar. Laat deze gevangene niet te lang alleen met andere gevangenen. Ik wist niet wie die was. Deze gevangene was ooit een politieagent of wat een ander beroep in de ordehandhaving. Zijn of haar leven is mogelijk in gevaar. Deze gevangene is lid van een bende. De gevangene zal zijn bendeleden verdedigen en haat koesteren ten opzichte van rivaliserende bendes. Ja, maar dude, hoe wist ik dan dat jij bij de bende hoorde? Dat wist ik niet. Celdeuren gesloten. Ik denk dat er maar 1 celdeur open gaat. En dat is de celdeur van John Tavern. John Tavern. Je executie gaat beginnen, vriend. Let's go. Executie gaande. Executie gestart. Sluit alle cellen in de gevangenis. Alle gevangenen worden naar hun cellen gestuurd. En alle cellen worden gesloten. Vraag die toestemming. En jongens, knallen jullie die like. Laten we die 3000 aantikken. Voor John Scar's Tavern. Sluit eens een beetje op. Iedereen zijn cellen in. Of je het nou leuk vindt of niet. Behalve John, die mag er zo meteen uit. Voltooid. Oké, alle cellen zijn dicht. Test de faciliteit.
Als eindtest wordt gecontroleerd of alles werkt. De toevoer van elektriciteit naar de stoel wordt getest. Hoe ze dat testen weet ik niet. Misschien dat er iemand in gaat zitten. Lijkt me een beetje lullig eigenlijk. Daarna wordt de laatste route uitgestippeld die de gevangene zal afleggen. Hij moet zelf naar de executieruimte kunnen lopen. Oké, jongens. Test de elektrische stoel. Kijk of dat hij het goed doet. Nou, dat zou lullig zijn als de elektrische stoel het niet doet en dat hij alleen maar lekkere warme billetjes krijgt. Dat is niet de bedoeling. Hoppakee, voltooid. Verzamel de executiegegevens. De directeur en het afdelingshoofd zijn op weg naar de cel van de veroordeelde gevangene. Daarnaast kiest de gevangene een priester of spiritueel leider die naar de gevangenis komt om de gevangene te bezoeken en samen voor de laatste keer te bidden. Nou, je kan bidden wat je wil, maar dat gaat toch niet echt werken, vriend. Dat gaat hem niet worden. Wie komt hier aan? Oh, hier. De priester van Tavern is getuige. Jongens, doe de deur eens open voor de priester. Awesome. Hij lijkt een beetje op Sinterklaas. Of op de kerstman. Ligt een klein beetje aan wie je dan wie je toffer vindt. Sinterklaas of de kerstman? Gooi het maar eens eventjes in de reacties. Ik ben namelijk echt zeer voor Sinterklaas. Sinterklaas is baas. Oh, en terwijl John Tavern geëxecuteerd wordt, drink ik natuurlijk gewoon thee. Uit mijn Bambi beker. Ah, zo cute. Die heb ik ooit eens een keer van Brenner gekregen. Want die was in Disney. Waarom staat die deur hier? Er staan sinds kort random rare deuren in mijn gevangenis. Super weird. Loop eens een beetje door, dude. Ik weet dat je een oude bok bent. Moet even een beetje doorlopen. Je bent al 55. Maar even een beetje doorwandelen. Want die executie die moet vandaag nog gebeuren. Als het even kan. Executie gaande. Let's plug de stekker erin. En sterf John's Cast Tavern. Had hij me niet moeten vermoorden. Eigen schuld, dikke bult. Oh, de directeur is er ook. En het hoofd van de beveiliging ook. Die trouwens nog steeds geen sleutel heeft. Dat is wel een beetje lullig. Oké, begeleid de getuigen naar de faciliteit. De getuigen arriveren en betreden de executieruimte. Deze groep bestaat vaak uit familieleden van de gevangenen en familieleden van de slachtoffer of de slachtoffers. Oké, daar komen de getuigen. Zag ik dat dan goed? Zitten er kinderen bij? Jongens, het is niet echt... Jullie moeten geen kinderen naar een executie laten kijken. Oh, come on. Daar is vast een regel voor. Dat gevangenen getuigen bij een executie minimaal 18 zijn. Je gaat toch geen kind van een jaar of 7 op een... Naar iemand... Nou, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Alhoewel, het is Amerika. Dus op zich, dat kan wel. Jawel. Amerika hebben ze ook al guns op een 7e. Dus waarom zouden ze er niet naar een te dood veroordeelde executie gaan kijken? Waarom ook niet? Dat is eigenlijk gewoon een soort van nieuwe MTV. Vroeger keken kinderen naar MTV. En naar Jetix en naar Fox Kids. En naar, wat kijken ze tegenwoordig nog meer? Disney XD. Kijken ze natuurlijk heel veel. Cartoon Network. Maar tegenwoordig in Amerika kijken kinderen naar een executie. Nou, hartstikke gezellig. Gewoon een familieuitje maken we ervan. Bijna 100%. 96, 97. Oh, opa komt er ook nog aan. En dat is 100%. Begeleid de gevangenen naar de faciliteit. De veroordeelde wordt van zijn cel naar de executieruimte gebracht. Hij wordt vergezeld door de gevangenisdirecteur, de hoofdbeveiliging en de spirituele leider. Lopen, bitches! In Polonaise naar de optocht. Directeur, steek dan gewoon een sleutel van die cel in je zak. Domme doos. Please. We hebben haast. John Tavern moet dood. En de gevangene moet over 2 uur in het bed alweer uit. Worden ze daar zo meteen weer boos over? Van waarom moeten we dan nog in onze cel blijven? Het is 7 uur. Dan mogen we normaal gesproken helpen onze cel uit. Ba, 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 ba. Oh, daar komt de deur. Oké, daar komen we de deur aan. There we go. Lopen John Tavern. Daar zit hij, jongens. In zijn stoeletje. Kijk nog eens eventjes diep in zijn ogen. Executie. Als iedereen op zijn plek zit en alle procedures zijn opgevolgd, wordt het groene licht voor de executie gegeven. Vaku Gamers, knal die like op deze video. John Tavern. Sterf. Het personeel en de getuigen mogen de ruimte verlaten. Okie doei. Dag jongens. Was gezellig. Volgende keer bij mij thuis. Volgende, het eindverslag. Als de executie is voltrokken, wordt er een verslag opgesteld en krijgt de uitvoering een cijfer.
Nou, ik vond dit toch wel een 9, minimaal. Jongens, welk cijfer zullen jullie deze executie geven? Laat het maar eens eventjes weten. Ik wil graag het eindverslag. De opgelegde executie van John Tavern is voltrokken om 5:10 zoals afgesproken. De doodstraf is uitgevoerd door middel van de elektrische stoel in de aanwezigheid van getuigen. Het instituut, dat ben ik, krijgt standaard een compensatie van $10.000 voor deelname aan het proces. Oké, mooi. Jongens, iemand moet John Tavern opruimen. Er komt gewoon zometeen alweer een nieuwe te dood voordeel aan. Gezellig. Dan mag hij zometeen in de cel van John. Die staat toch leeg. Dat is dan wel handig. Weer een nieuwe te dood veroordeelde gevangene. Hey John Tavern, proost op je executie, bro. Beetje lullig voor John Tavern. Maar we moeten hem toch een keertje opruimen. Als had hij maar niet te dood veroordeeld moeten worden. Benieuwd wie die nieuwe gevangene is. En wat hij gedaan heeft. Laten we dat eens eventjes in de gaten gaan houden. Wat die nieuwe te dood veroordeelde gevangene precies uitgevreld heeft. Je komt namelijk over 20 seconden. Komt de nieuwe te dood veroordeelde gevangene. Waarschijnlijk heeft hij te hard gezongen in de kerk. Denk ik. Wat heeft hij gedaan? Er komen allemaal nieuwe bezoekers. Oh, we moeten snel de bezoekersruimte moeten zo nog even fixen. Dat moeten we nog doen. Waar is onze nieuwe te dood veroordeelde gevangene? Sean Stacy. Wat heeft die vent gedaan? Even zoeken. Gevangene. Sean Stacy. Hier. Waar is hij dan? Oh, hij zit nog in de bus. Jongens, laat John Stacy er eens uit. Wow, die is gevaarlijk. Die gast is super link. Kijk naar die tattoo op zijn gezicht. Wat heeft hij gedaan? Even kijken. Eerst is hij begonnen met vernieling. Nou, oké, okay, prima. Dat kan nog. Ooit eens een keertje. Poging tot moord. 10 jaar cel voor gekregen. Zware mishandeling. 14 jaar cel voor gekregen. Marteling. 14 jaar cel voor gekregen. En uiteindelijk toch iemand vermoord. En daar heeft hij 25 jaar cel plus de doodstraf voor gekregen. Dus hij moet eerst 25 jaar in de cel en dan de doodstraf. Nuttig. Handig, hij heeft geen familie. Oh, hij moet straks helemaal in zijn eentje. Dat is zielig. Nou ja, zo so be it. Stop met zijn celletje, jongens. Dan ga ik gewoon kijken hoe ik het aan deze kant kan fixen. Want dan kunnen we hier, van deze oude kantine, kunnen we nog eventjes snel een bezoekersruimte maken. Want daar hebben de gevangenen blijkbaar heel erg veel behoefte aan. Waar zijn de binnenruimte leegmakerknoppen? Daar zijn de binnenruimte leegmakerknoppen. Behalve de... Deze. Behalve de metaaldetectors. Die mogen natuurlijk niet, hè. Wat is er nou weer aan de hand, jongens? Wat is er nou weer voor probleem? Stel jezelf eens eventjes niet zo aan. Het is hartstikke gezellig in deze gevangenis. Doe even niet zo moeilijk. Ze hebben heel veel behoefte aan vrijheid. Ja, leuk. Waarom zouden jullie behoefte krijgen aan vrijheid? Wat dachten jullie dan? Misschien hebben we trouwens ook onze luchtruimte groter moeten maken, hoor. Want de luchtplaats zoals we hem nu hebben is eigenlijk veel te klein. Voor alle gevangenen die we op dit moment hebben. Misschien dat we deze oude kantine kunnen slopen en dat we hem daar dan groter maken, de luchtplaats. Dat is misschien wel slim. Dan kunnen we dit inrichten als... hoe hadden we dat ook alweer? Deze eventjes weg. Als ontmoetingsruimte, als bezoekersruimte. Dan kan er tenminste familie weer op bezoek komen. Oh, ik haal die deur weg, please. En zet hem gauw weer een muurtje voor terug. Mooi, dan gaan we hier dus eventjes een bezoekersruimte van maken. Zo. In de bezoekersruimte heeft men nodig een bezoekerstafel. En voor de rest niet zo heel veel. Waar is de bezoekerstafel? Daar. Het komt eens een keertje perfect uit. Halleluja, mijn leven is gezegend. Dank u wel, heilige kip. Hoppakee, kijk eens eventjes. Oh, dit is wel schitterend, jongens. Wat een mooie bezoekersruimte. Behalve natuurlijk dat het er helemaal niet mooi uitziet. En dat we eventjes de chique tegels neer moeten gooien. Zo, daar ziet het tenminste een beetje mooi uit. Fris en fruitig en vrolijk. Oh, en natuurlijk lampjes, want we moeten goed in de gaten houden. Wat daar precies gebeurt, hè. We moeten het precies zien. Want het zal niet de eerste keer zijn dat de dingen naar binnen gesmokkeld worden via de bezoekersruimte. Dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. Ligt er elektriciteit? Er ligt elektriciteit. Nice. Kunnen we alles mooi in de gaten houden. Kijk, dit vind ik echt passen bij een bezoekersruimte. Die tegeltjes. Ik weet niet waarom. Past er wel mooi bij. Zullen we deze trouwens helemaal inrichten met witte tegels? Hoeveel gaat het kosten? 17.000. Maar het is wel mooi om te doen. Ja, dag. Witte tegels. Hier ook witte tegels. Appakee. Kost eventjes wat. Dan heb je ook wat. Maar dat mag er best wel mooi uitzien. In deze wereld. Vind ik wel. Laten we een beetje moeite voor doen om het er mooi uit te laten zien. Een heleboel extra vervoegde vrijlating. Dus dat levert natuurlijk weer een heleboel geld op. Deze gaan we dan even slopen. Bulldozeren.
hoe je het noemen wilt. We krijgen namelijk gewoon een extra grote buitenruimte. Omdat de gevangenen zo aardig zijn tegenwoordig. Maar ze zijn vaak aardig. Ze zijn niet altijd aardig, maar wel vaak. Ze doen het rustig aan. Ze doen het lekker chill, lekker relaxed. Breek die oude kantine af, jongens. Because that is what we need. Oh, we moeten trouwens deze... Moeten we snel een metaaldetector bijzetten. Oh nee, dat hoeft helemaal niet meer. Wat gaan we dan met deze kamer maken? Want hier hebben we straks ook nog een ruimte over. Kunnen we de binnenruimte leegmaken? Ik denk het wel, hè. Hier ergens. Ja. Binnenruimte leegmaken. Zo. Deze deur kan dan weg. Ontmantelen. Want dan zetten we natuurlijk een gewone deur neer. Deze muur kan er tussenuit. Dan hebben we hier nog één ruimtetje over. Voor iets. Kijk, daar gaat de kantine. Dag jongens. Was gezellig. In de kantine, maar nou helaas niet meer. Die gaat weg. Wat zullen we daar eens van maken? Een wasserette? Wat hebben ze trouwens nodig? Laten we daar eens eventjes naar kijken. Ze hebben behoefte aan drugs. Ja, nee, dat ga ik niet voor jullie regelen, jongens. Geen drugs hier voor jullie. We kunnen er onderwijs fixen. 48 gevangenen verlangen hier wanhopig naar. Ze willen wanhopig naar school. Oké. Dat is nieuw. Kleding. We kunnen er ook een grotere wasserette van maken. Want deze wasserette is eigenlijk wel veel te klein. Laten we dat doen. Laten we hier een grotere nieuwe wasserette van maken. Weten we zeker dat ze voldoende schone kleding krijgen. Alhoewel voldoende... Ze hebben voldoende schone kleding. Ze hebben voldoende. Jongens, wat zullen we hier eens neergooien? Wat zullen we er eens doen? Nog een bezoekersruimte? Lijkt me niet echt nodig, hè? Bomkwekerij klaslok. Zullen we dan een klaslokaal bouwen? Die hebben ze nu niet aan deze kant. Schoolbureau. Is er gewoon bureau voor de leraar. Hoppakee. En dan een schoolbureau. Dat ze ook lekker keurig netjes met elkaar onderwijs kunnen volgen. Want ze willen zo graag naar school. Nou, oké, dan gaan we dat regelen hoor voor ze. Als ze echt zo graag willen. Zo. En dan kunnen kliertjes kunnen dan achter in de klas zitten. Dat deden ze namelijk bij mij vroeger al. Toen ik nog op school zat. Er gingen degene die wilde klieren, die gingen altijd achterin zitten. Want dat vonden ze stoer. Ik was altijd zo'n type die voorin ging zitten. Want ik had zoiets van, ja, hey, leuk. Lekker voorin in de klas, dan kan ik alles goed in de gaten houden. Ik was niet zo'n stoertje vroeger op school. Had je misschien ook niet verwacht van me. Hm? Zo. Dan moeten we ook even kijken wanneer er dan precies lesgegeven gaat worden. Certificaat van gebruik van thesis. Oh, er is er wel eentje van. Dus daar hoeven we niet nog eentje voor te hebben. Wijzig het rooster. Wanneer is er dan precies onderwijs in dat ding? Hier denk ik dan. Er zal er dan straks wel eentje bij komen of zo. Moeten we goed in de gaten houden hoor. Dat ze ook echt daadwerkelijk naar school gaan. Sterfgevallen. Nul vandaag. Ziet dit eruit als twee nut... Dat is nut... Ze zijn ook gewoon dood gegaan in de... Wow. Linker toko. Dat zag er niet uit als twee... Als nul doden eigenlijk. Dat zag er meer uit als twee doden. Waar zijn de lampjes? We moeten natuurlijk wel even de boel in de gaten kunnen houden hier. Dat als er iemand zit te kutten in de klas, dat we hem ook meteen kunnen betrappen. Zo. Oh, hier moeten ook lampjes in. Sowieso. Oh, er zijn lampjes. Maar er is natuurlijk niemand. Aha. Dat verklaart een heleboel. Ja, het is 2 uur s'nachts. Dat verklaart waarom er niemand in de bezoekersruimte is. Zo gek zijn die bezoekers dus blijkbaar ook niet. Wij hebben een klaslokaal. Hartstikke gezellig. En nu? Oh, dit moeten we er groter maken. De luchtplaats. Nou is die helemaal vrij. Luchtplaats. Waar ben je? Luchtplaats. Luchtplaats. Daar. Helemaal opvullen. Zo. En dan willen we natuurlijk ook dat er mooi gras groeit. Anders kunnen ze niet voetballen. Dat is een beetje zielig natuurlijk. Mooi gras buiten. Hoppakee. Dan willen we ook hebben halterbanken. Uiteraard meer halterbanken. Ze lekker stoer kunnen doen met z'n allen. Och, wat zijn we sterk met z'n allen, jongens. Wat zijn we stoer, wat zijn we sterk. Waar is de lampje? Daar is de lampje. Daar. 1, 2, 3, 4. En dan moeten er hier weer 2 bij. Moet wel hetzelfde uitzien als aan de andere kant, hoor. Anders vind ik het niet mooi. Zo. Halterbank, 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 halterbank. Lampje, lampje, halterbank, halterbank. Zo. Lampje hier, lampje daar. Dan moeten hier natuurlijk telefoonhokjes komen. Zodat ze lekker naar huis kunnen bellen. Om te vertellen dat ze een groot nieuw speelterrein gekregen hebben.
En dat ze er heel tevreden mee zijn. Dat ze vooral geen drama meer gaan trappen in mijn gevangenis. Zo, 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 zo. 1, 2, 3. Keurig. Dit zou de hele nieuwe kantine... Of de hele nieuwe luchtplaats moeten zijn op de plek waar vroeger de kantine was. Dit is toch mooi, jongens. Waar zullen de gevangenen daar blij mee zijn? Kunnen ze er nog naar school ook? Ze kunnen naar de bezoekersruimte. Ze hebben een gigantisch mooie nieuwe kantine. En ondertussen wordt het eten al voorbereid. Lekker. 5 uur 's ochtends. Lekker koken, jongens. Voor gevangenen. Heerlijk. Wat een topbaan. Behoeftes. Laten we eens kijken hoeveel er nou eigenlijk te eten krijgen. Want ik denk dat het richting de 100% gaat. Dat denk ik echt. Om 6 uur mogen ze eruit. Of nee, om 7 uur mogen ze eruit. Zouden ze allemaal te eten krijgen? Dat is voor mij nog nooit gelukt. Om 100% van de gevangenen tevreden te houden. Met eten dan. Hygiëne hebben ze zo meteen behoefte aan. Oké, ze mogen eerst lekker douchen. Weet je wat we doen? We gaan gewoon die douches eerder doen. We doen ook eten, doen we een stukje eerder. Dan hebben we meer tijd voor werk en vrije tijd. Zo, hoppakee. Jongens, eerder eten. Hartstikke lekker. Voortaan extra vroeg je bed uit. Anders is er niks met de kanen zo meteen voor jullie. Waarom gaan die gasten door de keuken? Dat is wel even bullshit. Nou, whatever. Hoeveel procent krijgt er nou eigenlijk te eten? Ik hoop iedereen, ik hoop alles. Op dit moment 70% krijgt te eten. 80% krijgt te eten. 85, 87. Come on. 90%. Nou, 92% van de gevangenen krijgt de kanen. Dat is toch wel voldoende, zou je zeggen. Hm? Hé, maar jongens, we moeten eens eventjes gaan nadenken over wat we de komende tijd gaan doen in deze prison. Ik wil natuurlijk sowieso alles nog helemaal keurig netjes volgebouwd hebben. Met mooi hout en met mooie tegeltjes, dat is één ding. Hier kunnen we eventueel ook ooit nog eens een keertje verder gaan uitbreiden. Misschien hebben we wel een goed idee. Dan we eens eventjes de komende tijd gaan kijken of dat we dit helemaal vol kunnen krijgen met extra gevangenen. Het wordt natuurlijk wel steeds gewelddadiger en steeds moeilijker, maar... Het wordt ook wel steeds leuker om het allemaal bij elkaar te krijgen. Jongens, knallen jullie voor vandaag. Eens eventjes een like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Al is het maar voor de executie van John Tavern. Laten we kijken of we de 3000 kunnen redden op deze zondag. En hopelijk zie ik jullie natuurlijk gewoon morgen weer terug. Want morgen is er uitgewaard gewoon weer een nieuwe aflevering van Prison Architect Vacuum Games. En dan gaan we vrolijk verder waar we gebleven waren. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En hopelijk jongens, tot morgen. Mazzel!